In deze video ga ik een tierlist maken van de bekendste indoor skateparken in België en Nederland. Doe vast een blauw duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal hier beneden en dan check ik jou na de intro. Oké, heel goed om te weten, ik heb de 10 bekendste indoor skateparken van België en Nederland genomen waar er ook met de step gereden kan worden. Dus je mag BMX'en, je mag stuntsteppen, je mag skateboarden, je mag alles. Dus als je deze video kijkt en je bent ook een BMX'er of een skater of een stuntstepper, maakt allemaal niet uit. Je mag hier met alles normaal gezien binnen. Ik heb er 10 uitgekozen. Voor mij zien jullie weer een tierlist. Ik ga van A tot D ga ik ranken en daarnaast staat er ook nog een S van super, F van veel. Dus onderaan is slechter, hier is het allerbeste. Ik heb hieronder alle foto's van de skateparken staan. Maar daarnaast ga ik deze skateparken ook op 3 criteria beoordelen. Nummertje 1 is diversiteit. Dat betekent eigenlijk van, kun je er streeten? Is er alleen een parkgedeelte? Wat is er allemaal te doen op het skatepark? Plus, is het toegankelijk voor ook skateboarders? Is het toegankelijk voor stuntsteppers? Is het toegankelijk voor BMX'ers? Etcetera, etcetera. Nummer 2 waar ik op ga beoordelen is de kwaliteit van het skatepark. Daarmee bedoel ik dus van, zijn de ramps goed gebouwd? Zitten er gaten in het skatepark? Is het vloeiend afgewerkt? Dan hebben we nog nummertje 3. En dat is de flow en de layout van het skatepark. Float het skatepark lekker? Lopen de stukken goed over elkaar heen? En hoe is eigenlijk de layout van het skatepark? Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus die 3 puntjes ga ik telkens meenemen in de beoordeling van het skatepark. We gaan eerst door naar het allereerste skatepark. En dat is Sweatshop Skatepark. Nou, ik ben nog nooit in Sweatshop geweest, maar ik heb wel al super veel video's gezien van het skatepark. En ik vind het er op zich best wel nice uitzien. Alleen het lijkt wel meer echt op het street, als het ware, afgestemd geweest te zijn. Dus de diversiteit. Er is een gedeelte park, er is een gedeelte street. Maar het is nu niet dat ik zeg van wow of zo. Daarnaast, de kwaliteit van het skatepark ziet er op zich prima uit. Het enige wat ik zelf zou veranderen, of wat ik nooit echt fijn vind, is als je van een ramp afglijdt en je hebt daar echt zo'n vloer. Snap je? Dus dat is het nice als dat gewoon helemaal mooi over elkaar overloopt. Dat je gewoon niet op een grond terecht komt, als het ware. Flow en de layout van het park. Het lijkt erop dat het best wel een smalle hal is. Dus dat je echt gewoon alleen maar één richting kan rijden en één richting terug. Dus je kan niet echt doorheen het hele park flowen. Je hebt wel mooi allemaal lijnen langs elkaar. Dus ik ga deze zetten op B-tier. Het is niet echt super super. Het is ook niet echt slecht. Het is een beetje gewoon tussenin als je naar de 3 criteria krijgt. Oké, de tweede die we gaan beoordelen is House of Urbansports. House of Urbansports, ik ben er zelf echt super fan van dat skatepark. Omdat daar gewoon echt iets is waar je gewoon super vette tricks kunt oefenen. En echt gewoon een hele flow in het park hebt. Diversiteit voor street en park. Ik geloof dat het iets meer een park is dat gemaakt is voor de parkers onder ons. Dus echt de mooie en hoge tricks. Er is niet echt een street gedeelte dat je zegt van ja, nice om daar veel op te doen. Het is echt wel gefocust op het park. Dus dat is ietsje minder. De kwaliteit van het skatepark is wel echt perfect. Het is vrij nieuw gemaakt. En ik heb nog niet echt gezien dat er gaten of weet ik veel wat in het skatepark zaten. En het ziet er gewoon allemaal heel nice uit. De layout van het skatepark en de flow. De flow is daar wel echt enorm goed. Je kunt de hele tijd op en neer gaan. Alleen het is wel echt gefocust op het hoge en het parkgedeelte als het ware. Je kunt niet heel makkelijk naar het streetgedeelte rijden. Is best wel lastig, vind ik. Dus ik ga House of Urban Sports ga ik wel op de... Nou, ga ik ook eventjes op B zetten. Het is een beetje twijfelgevallig. Het is een beetje hetzelfde sweatshop, maar heeft andere sterke punten. Oké, dan gaan we door naar skatepark nummer 3. En dat is de Promise in Heerlen. Daar zijn we afgelopen week nog naartoe geweest met de SD-uitstappen. Was echt een super leuke uitstap. Gaan we zeker nog vaker daar doen. Dus wil je daar nu bij zijn, hou onze YouTube goed in de gaten. Hou ons Instagram goed in de gaten. En dan komt het zeker weten. Goed, de Promise in Heerlen. Een perfecte diversiteit aan park en street. Er is een mooi parkgedeelte. En er is ook echt een super goed streetgedeelte. Dus dat is echt super nice. Dan hebben we nog de kwaliteit van het skatepark. En die is, ja, het is maar net waar je het mee vergelijkt. Maar die is ietsje minder. Dus hoe heet het, als je naar House of Urbansport kijkt, dan is die kwaliteit gewoon iets lager. Dus daar score je dan iets minder op. En de layout en de flow van het skatepark vind ik persoonlijk wel zelf goed. Ik denk dat de Promise in Heerlen, ondanks dat het soms een beetje moeilijker te rijden is, gaat wel naar een A-tier. Het is een nice skatepark. Als ik dat skatepark zou hebben, en je zou al het geld van de wereld hebben, dan zou ik daar een nieuwe laag op leggen. En zou
zou ik de grond helemaal hout maken. En dan is het echt een heel ziek skatepark. Dus promiseerle op E-tier. Dan hebben we de volgende. Dat is het indoor skateparkje in Amersfoort. Ik heb dit toevallig gevonden. Ik heb er wel eens van gehoord. Maar het is best wel klein. Het is een nice bowl. En je hebt een gedeelte street. Wel een klein stukje. En een beetje park. Maar het is best wel een kleine schaal als het ware. Daarnaast de kwaliteit van het skatepark. Het ziet er op zich niet slecht uit. Maar het is vooral best klein. Dus dan komen we bij de layout en de flow. Ja, er is niet echt een flow. Snap je? De layout is gewoon een pool en je hebt een beetje kleine ramp staan. Dus als ik deze moet ranken, dan gaat het naar een C-tier. Oké, dan gaan we door naar de volgende. En dat is Area 51 in Eindhoven. Als we dan gaan kijken naar de diversiteit van street en park. Ja jongens, zoals jullie weten, Area 51 in Eindhoven heeft een super breed scala aan materialen, aan ramps, etc. Je hebt daar een street gedeelte, je hebt daar een mini park, je hebt daar een resi, je hebt daar een wedstrijd gedeelte. Je hebt eigenlijk alles, dus daar zit vrij goed. Dan komen we aan bij de kwaliteit van het skatepark. De kwaliteit, ja, is echt gewoon next level. Het staat er ook nog niet heel lang. En het is ook echt met van die gekke machines gemaakt. Van echt gewoon perfectie. Dat is als je Area 51 kent, dan weet je hoe perfect die ramps daar zijn. De flow en de layout van het park. De flow op zich op het grote gedeelte. Als we kijken naar het grote wedstrijdgedeelte, vind ik op zich iets minder. Ik vond het oude park daarin een stuk beter. Maar ja, dat is natuurlijk mijn mening. Het streetgedeelte float op zich wel oké. Maar ja, dat is altijd wel verschillende meningen. Maar algemeen, zoals jullie weten, Area 51 skatepark staat bij S. En S-tier, dat is echt gewoon het insaneste skatepark van heel België en Nederland. Nee, gewoon al het ziekste skatepark. Dus het indoor-outdoor maakt geen verschil eigenlijk. Dan gaan we door naar het zesde skatepark en dat is Walhalla in Nijmegen. Walhalla, ik ben er zelf ook nog nooit geweest. Even slokje. Ziet er op zich nice uit. Als we dan kijken naar het stukje park en street, dan zie je toch wel dat er meer echt naar de street gedeelte toegegaan is. Je hebt er wel een bol, maar een bol noem ik ook best wel street. De diversiteit is niet echt groot. Er is vooral veel street. Dan de kwaliteit van het skatepark. Dat is een heel ander geval nu, want dit is echt beton. Wat ik wel heb gehoord is dat het soms best wel bobbelig kan zijn. Dus dat is wel een beetje een vervelende. Nou weet ik niet hoe dat zelf is. Kan ik daar moeilijk over oordelen natuurlijk, als ik daar zelf nog niet ben geweest. Voor de rest is het wel een best wel een nice skatepark. De flow ziet er oké uit. Je kunt twee richtingen op. Alleen daar staat wel zo'n spine een beetje heel raar tussenin. Ja, ik ga hem plaatsen op de C-tier. Dit kan je niet B-tier noemen, want ja, Urban Sports is wel ietsje beter. Oké, dan gaan we door naar de volgende. En dat is Skateland in Rotterdam. Oké, dan gaan we ook weer iets naar de grotere skateparken. En als we dan gaan kijken naar de diversiteit tussen park en street, het perfecte voorbeeld. Je hebt daar een park gedeelte, je hebt daar een street gedeelte. Daarnaast heb je ook nog een stukje voor de kleinere. Je hebt er een mini ramp, je hebt er een bowl. Je hebt er echt gewoon letterlijk alles. Dus diversiteit is echt perfect. Daarnaast de kwaliteit van het skatepark is ook echt super gebouwd. Nergens zitten gaten in. De bowl is helemaal vernieuwd. Dus dat ziet er ook allemaal super nice uit. Dan de flow in Skateland is ook echt next level. Dus ik zit een beetje te twijfelen bij deze. Hij is sowieso A-tier, maar ik zit te twijfelen tussen S. En als ik dan kijk naar echt de puntjes die ik opgenoemd heb, dan komt Skateland gewoon sowieso ook wel bij Area 51 te staan. Daar is gewoon geen twijfel over. Als Skateland ook een resi had gehad, dan had het makkelijk kunnen tippen aan Area 51, vind ik persoonlijk. Dan gaan we door naar nummertje 8 en dat is Sam City Skatepark in Horen. Ziet er heel clean uit. Het is echt een heel andere layout dan de andere. Maar daar gaan we zo eventjes zo verder op in. Als allereerste diversiteit aan park en street. Ik zie vooral veel street. Ik zie wel een foam pit. Dus dat is best wel nice. En daarnaast had ik ook gezien dat ze een resi hebben gezet. Dus als ik nu een beetje over nadenk. Het is nog iets meer street. Maar het gaat wel al meer naar de parkkant. Dus dat is wel heel positief. Dan de kwaliteit van het skatepark. Ik ben er zelf niet geweest. Ziet er echt perfect uit. Magnifiek, zoals ze het in België zouden zeggen. Lines is op zich wel prima. Het is niet dat ik zeg van, wajo, er zitten echt super mooie lijnen in. Het is best wel recht gemaakt. Maar het is wel dat je niet elkaar botst en zo. Dus dat is ook wel best belangrijk. Dus als ik Sam City Horen ga neerzetten, dan ga ik denk ik wel op B of A tier zetten. Door de resi komt hij op E tier. Dus die resi die maakt hem echt wel. Als je nieuwe tricks wilt leren, dan is dat wel echt een ding. Plus de diversiteit is ook best wel oké dan. Door die resi en die foam pit.
Ja, ik laat hem zo eventjes staan. Skatepark nummer 9 en dat is Planet Park in Brussel, jongens. Ik weet niet of jullie daar ooit zijn geweest, maar ik heb daar geen goede herinneringen. Ik ga er ook niet te veel over praten. De diversiteit is daar best wel oké. De kwaliteit, daar gaan we niet over praten. Daar gaan we niet over praten. En de lines is ook wel oké. Maar if you know, you know. OG's weten. En volgens mij gaan ze ook sluiten. Dus sowieso bij mij een F, een fail. Echt best wel gevaarlijk gewoon de skatepark. Voor de rest heeft het wel leuke dingen. Maar het is vooral heel gevaarlijk. Oké, dan komen we aan bij het allerlaatste skatepark. En dat is West Station in Brussel ook. Ik weet trouwens ook niet of die er nog zijn. Was best wel een leuk skatepark. Je had daar echt heel veel verschillende dingen. Dus diversiteit was er insane. Je had daar ook matrassen. Je had er echt allerlei gekke shit gewoon om te proberen. Ik heb dat Fronty uit zo'n kikker kunnen doen. Echt al 5 jaar geleden of 6 jaar geleden. Daarnaast, de kwaliteit is wel ja, echt laag. Beetje Planet Park praktijk als het ware. Als je kijkt naar de flow, et cetera, valt het best tegen. Maar het had wel best veel dingen. Het had ook veel verschillende dingen. Heel veel echt wel unieke dingen. Dus die ga ik dan op de D-tier zetten. Dit was mijn ranking van de 10 beste indoor skateparken van België en Nederland. En wil je nu naar een van deze skateparken gaan? Zoek ze simpelweg op. Ga eventjes naar Google. En dan kun je zeker weten een leuke sessie daar houden. Dankjewel voor de steun op de video van de uitstap. Super goed bekeken. Heel leuk. De beste van de afgelopen 10, 20 video's. Dus dat waardeer ik enorm. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal hier beneden. En dan check ik jullie bij de volgende video weer. Laters!